Goedemiddag. Iemand die vanavond zeer sterk en stevig in het zadel zal moeten zitten, dat is ons aller Sinterklaas. Hij moet namelijk wandelen over de Nederlandse daken waar al die televisieantennes op staan, daar moet hij dan heen. En langs die televisieantennes ontvangt u nu Rodeo. En welkom in dit programma ook de mensen hier aanwezig. Welkom ook onze charmante en lieve assistente Laura. En zoals steeds. En zoals steeds, with a laugh and smile. U kent het spel, een draaiende schijf. En het komt erop aan om daar zo lang mogelijk blijven op te staan. Dat althans voor de kandidaten. De mensen die daar wat aan doen, dat zijn de juryleden. En die wil ik u nu voorstellen. Zo links naar rechts, Hans van Eyck. Antje van Brandenberg. De voorzitter Leo Riemens. En dan een gast jurylid, zoals steeds trouwens in het programma, een man die een gouden harp heeft gewonnen. De eerste gouden plaat van Nederland, dat wil wat zeggen. Een componist is, of de componist is van oude taaien, en dat is hij ook in de muziek, Eddie Christiani. En naast hem de hekkensluiter Fred Hartog. En dan hebben we ook nog een publiek jury en daar spreek ik straks dan nog wel over. Ze hebben namelijk punten voor zich liggen die ze straks bij het scorebord kunnen voegen. Bij de tijd die daar al zal opstaan. En dan bekijken we nu even het scorebord. Dat is, we zien van boven naar beneden, de XT5. Floor Goedhart, Jan van Geenboven, Johnny Bergsma, Trio de Roo en Keimpe van der Meer. En dat brengt de spanning erin. En dan voor degenen die het nodig hebben, daarvoor zorgt muzikale bijstand dan het Rodeo Trio of Combo, beter gezegd, van Ruud van Veen. En dan beginnen we met het zware geschut. Zes jonge mensen met een verschillend beroep allemaal. Ik wil het u even citeren. Een bakker, een bankbediende, een elektromonteerder, een bouwvakker, een student en een agrariër. En samen vormen zij de XT5. En zij gaan ons rondgeleide doen. Guide me around. And the broken desk, but the people shoot smile, and the shoe meets show, and the white frame.
Hallo dames en heren, het is tweede nummer is een nummer van de Beatles, Love's on the Day. Loser was a day to get back home girl. Loser was a day to get back home. Sleep pretty dark and do not cry. And I will sing my score is behaald, 5 minuten voor de XT5. En ik ken meneer Riemers nog niet zo lang, maar ik meen te weten van overlevering, dagblad en zo verder en zo meer, dat hij van dat soort muziek niet houdt en toch heeft hij de hendel niet op weggedrukt. Nu ben ik om de eerste steen te gooien, maar het is helemaal niet waar dat ik niet van dit soort muziek hou. Ik vind dit in zijn genre bijzonder goed. En de enige opmerking die ik zou willen maken is iets minder vocale dingen erbij en iets meer het instrumentale van, had ik het nog mooier gevonden? Ja, ik heb het maar van horen zeggen wat betreft dus de muziek, hè. En van horen zeggen mag je toch eigenlijk nooit de conclusies trekken. Ik zou ook de jeugd even aan het woord willen laten. Hans van Eyck, is met deze groep wat te doen in de toekomst? Ja, ik vind het een bijzonder goede groep. Werkelijk, het heeft mij echt iets gedaan. Het is alleen jammer, maar misschien komt het nog wel dat het dus uiteindelijk twee covernummers waren. Dus twee nummers die dus niet door hunzelf geschreven zijn. Maar misschien, zoals ik al zei, is het in de toekomst wel mogelijk. En ik ben zeker dat ze daar ook iets goeds van kunnen maken, als ze dit op deze manier kunnen brengen. Oké, dan. Misschien schrijft Hans voor deze jongens zelf nog wel zijn nummertje. Hij kent er wat van. En dan krijgen we nu het scorebord. En dat is niet zo moeilijk. Daar komen we dan op te staan 300 punten. Maar niks is gezegd. We gaan verder met ons programma. En als tweede kandidaat hebben we studenten. Goed hart. Floor, goed hart.
Thank you.